vanaf de N33. Wij gaan vandaag naar... Waar gaan we eigenlijk heen, Nicolette? Ja, ik heb geen idee. Wat zou je denken? Wat kunnen er mogelijkheden zijn? En wat zijn er de mogelijkheden absoluut niet? Nou ja, met jouw pretparken is altijd mogelijk. Ja. Maar als we naar een pretpark zouden gaan, zou ik denk ik iets meer voorbereidende spullen mee hebben en zo. Ja, oké. Ik weet natuurlijk niet hoe goed jij in de kofferbak hebt gekeken, maar volgens mij ligt er niet nog een tas met allemaal lekkere broodjes en ditjes en datjes. Nee, dat is waar. Dus, ja. Dat zal het allemaal niet zijn. Ik kan je teleurstellen, pretpark gaat het niet worden. Oké. Al wordt het wel pret. En het wordt misschien ook wel park, maar het wordt geen pretpark. Oké. Maar het wordt ook niet Duitslands, want dan hadden we de andere kant op moeten. Ja. We komen ook niet meer in de provincie Groningen, dus het wordt ook geen Groningen. Nee. Even kijken hoor. Ik denk dat we 5 provincies nog... vier provincies te gaan hebben. Nee, nog 3. Ja, deze provincie. Ja. Okay. Ja, we gaan vandaag. En we gaan er nog... Maar dat is pas later. We gaan er nog wel nog eentje aan toevoegen. Voor de terugweg. Dus ja, als we dichter bij ons doel komen, melden we ons wel weer, denk ik. Is goed. Dag. Ja. Maar mag ik nog even schot voor de boeg? Wat denk je? Was het geen pretpark wordt? Ik heb eigenlijk even geen idee. Als we nou dat 3 provincies moeten doen, deze. Ja. Bij Strandhorst of Strandnulden, nog steeds op de A28, maar we zijn dus voorbij waar we eraf hadden gemoeten voor Walibi. En we zijn ongemerkt zijn we ook van Overijssel en Gelderland gekomen. Dus we moeten nu nog, we hebben nog 2 provincies te goed. Okay. Dus heb je al ideeën? Nou, ik zat nog onderweg te bedenken iets van een dierentuin, maar dan had je ook wel meer voorbereidingen getroffen. Ja. Hey, we gaan het bekendmaken, denk ik hoor. Oké.
Oké, ja, 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 ja. Doe maar, doe maar, doe maar. Goed. We zijn ondertussen in Noord-Holland. En we hebben geen de provincieteller is op, dus er wordt iets in Noord-Holland. Dus Noord-Holland gecombineerd met de laatste tip. Het is een hoofdstad, maar het is geen hoofdstad. Kom weer even Nicolette, haar topografische knobbel, komt dan weer even in actie. Hoeveel hoofdsteden heeft Noord-Holland? Nou, dan zou ik zeggen Alkmaar. Amsterdam? Is het? Dat is wel een hoofdstad. Klopt. Dat maar... is wel een hoofdstad, een dubbel hoofdstad. Een dubbel hoofdstad? Ja, dat is een hoofdstad en een hoofdstad. Oké. Want de hoofdstad van Noord-Holland is? Wordt ook gewoon als inburgeringscursus gevraagd. Wat is hoofdstad van Noord-Holland? Hè, dat is toch wel... We hebben 12 provincies. Zal ik maar... De hoofdstad van Noord-Holland is Haarlem. Dus... Haarlem, die een hoofdstad is, want het is de hoofdstad van Holland, maar het is niet de hoofdstad van Nederland. Nee. En dan hebben we Amsterdam, dat is de hoofdstad van Nederland, maar het is niet de hoofdstad van Noord-Holland. En dat is ook niet de hoofdstad, want daar is ook niet ons parlement gevestigd. Dat zit er weer in Den Haag. Dus dan zou je kunnen zeggen, Den Haag is ook nog een soort hoofdstad, maar dat is de hoofdstad van Zuid-Holland. Waar gaat het naartoe? Ja, nee, nergens. Dus, nee, het doel van deze reis is Amsterdam. Leuk. We gaan naar de stad waar ik ben geboren. Ik weet niet of mijn geboortewoning ook nog aan bod komt. Ik denk het niet. Ik denk dat het, maar we gaan naar Amsterdam. Oké. Okay. En als het goed is gaan wij met Mak en Rick gaan wij lunchen. Oké, okay, leuk. En Rick is een druk baasje, dus hij had verder niet zo heel veel tijd. Maar hadden we allemaal leuke suggesties wat we zouden kunnen doen om Amsterdam te ontdekken. Oké. Okay. Dus dat. Daarnaast heb ik contact gezocht met twee andere mensen. Kijk, Rick is nu aan het... We gaan Rick zo video bellen. Maar ik heb nog contact gezocht met twee andere mensen. De eerste had je net al genoemd. Dat is Makke Arnoud. Omdat het misschien wel gezellig is vanavond om 8 uur. Gaan wij in de natuur lopen. Nou ja, Arnoud loopt meestal mee of die zit meestal mee. Dus ik dacht van, nou ja, misschien is het wel leuk om dan samen in zijn kantoor te zitten of samen te lopen. Dus die heeft daar op zich wel interesse in. En iemand anders uit Noord-Holland, iemand waar jij deze week ook al contact mee hebt gehad. Dat is jouw oud-collega Eva. Oké. Okay. Die heb ik gecontact van, hey Eva, we zijn soort van in de buurt. Dus heb jij zin in en tijd voor een kop thee of zo? Maar dan moeten we even kijken hoe we dat flexibel kunnen inpassen. Okay. Maar die vond dat een heel leuk idee. Je zou met Eva alvast een lijntje kunnen uitgooien van, goh, hey, hoe, wat, dat. Maar dat gaat zich graag. Dat gaat zich vormen. Maar dat zijn de drie puzzelstukjes. Nou, leuk. Ik ben helemaal verrast. Ja. Dus dat is mooi. Dus we zijn er over 20 kilometer. Dus. Hoi. Hoi. Hey, was jij wel eens met de metro geweest? Nee. Oké, want we staan nu in de metro. Heb je je mondkapje klaar trouwens? Laat die hebben. Presenteer mondkapje. Wij gaan onze eerste stop. Wordt Yves. Dan zit je op hoog niveau boven in de Kalvertoren. Kan je lekker een hapje drinken en een slokje eten. Oké. Okay. Leuk, ja. En dat zit aan de Kalverstraat, dus dan kan je een paar winkels bekijken. Oké, okay, leuk. Ja, jij bent meer van één winkel een hele dag.
Maar dit worden 50 winkels in 2 uur. De eerstvolgende metro is lijn 52. Dus we gaan met de Zuid en vertrekt over 2 minuten. De beroemde Noord-Zuidlijn gaan wij vanaf het Europaplein. En ik heb voor Wildlands heb ik iets van 7,70 euro betaald om te verkeren. En hier heb ik 5,50 euro betaald en dan hebben we ook nog 2 OV-kaartjes. En dan kunnen we 24 uur parkeren. Dus ja, wie heeft het dan beter voor elkaar? Amsterdam of Emmen? Ja, Amsterdam. Ja, geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, mijn mokums paradijs. Ja, dat schud ik zo uit mijn... Doe je goed. Dus, hey, doei. Hey, hallo. Hoi. Hoppie. Hey, waar zijn we? In Amsterdam. Oké, in welk deel van Amsterdam zijn we net geweest? Bij het Waterloopplein. Waterloopplein, ja. Maar daarna zijn we een beetje de wal op geweest. Ik vond het een beetje saai. Ja, was het ook. Het was nog nooit zo makkelijk om mijn portemonnee in mijn zak te houden. Dat is onzin. Maar het was wel heel, een beetje triest. Het is toch altijd leuk om... Ik heb eigenlijk nog nooit met... Ik weet niet of ik wel eens met een vriendinnetje over de wallen gelopen ben. Maar normaal is het toch wel leuk als er dan tegen een raam getikt wordt van... Hé, hey, hallo. Kom even kletsen. Toch? Dat willen ze toch gewoon even hun levensverhaal vertellen en zo. Maar ik denk dat het tijd wordt. Fijn, goed. Maar ik denk dat het tijd wordt dat wij weer richting de auto gaan. En een beetje koud, dus laten we naar iets warms gaan. Bijvoorbeeld Warmenhuizen. We kunnen daar bij Centraal Station kunnen we op de metro stappen. En dan stappen we bij de ruier uit. We hebben nog pakjes dus. Naar de metro, maar dan zijn we nog iets verder aan het lopen. Dus vind je dat goed? Heb jij genoeg gezien van Amsterdam voor nu? Dat meen je niet. Hoe kan je dat nou ooit zeggen? Echt. Schandalig. Goed, we moeten een beetje daarheen. Dus, ja, ik ken de... Hebben ze dat in Pekela trouwens? Stoplichten? Verkeerslichten? In A en Hunze hebben ze dat niet. Ik fietsers en brommers en trams en het is allemaal... Ook minder. Gewoon zo meer mensen dan dat er gewoon in mijn hele dorp wonen, weet je wel. Het is wel... Het doet je verlangen naar rust en ruimte. En er was net zo'n een bord, reclamebord, dat je naar Drenthe moet. Nou, dat snap ik wel. Als je helemaal gek wordt van die drukte hier in Amsterdam, dan wil je naar Drenthe. Drenthe doet iets met je. Ja, zeker. Dus. Ga je vanavond lekker met me in Drenthe slapen, zat? Jazeker. Oké. Leuk, ja. Dus, hey, maar doei. Hey, groetjes uit Amsterdam. Wij hadden als bonus, zijn we nog even langs het huis gereden, waar ik geboren ben. Ik had toevallig, of niet toevallig, ik had het ik wist het huisnummer niet meer, maar mijn Google Navigatie Maps wist dat ik op nummer 72 geweest was. Dus we zijn even langs geweest bij Veerstraat 72. En dan weet ik alleen niet... Of dan A, B, C, D, nog wat. Maar in ieder geval, we zijn in ieder geval geweest bij het huis waar ik... Ja, dat is een beetje lomp, Audi. Over 400 meter, sla linksaf. Ja, je hebt voor een vriend. Dat is... ik vind het leuk rijden. Ik vind het leuk, ja. Maar ik vind jou... We gaan nog gewoon weer door, toch? Goed. Hey. Hi. Hoi. We gaan nog even door. Liefie. Ja. Vertel eens, we gaan denk ik richting Zaanstad Leeuwarden. Vind je dat een goed idee? Ik moet links af. Over het water. Volgende stad ligt waarschijnlijk. Ja, ik denk deze. Maar waar gaat dat heen? Sla links af en volg de rechte rijstrook om de verbindingsweg A10 te nemen. Ja, oké. Okay. Gaan we winnen van deze lieve Nissan Sunny. Toch niet. Toch wel.
soms is het toch wel handig. Volg de rechte rijstrook om de verbindingsweg A10 te nemen en volg de rechte rijstrook bij het knooppunt de Nieuwe Meer om de borden A4 richting luchthaven Schiphol te volgen. Gaan we toch naar Schiphol, schat? Volg de rechte rijstrook bij het knooppunt de Nieuwe Meer om de borden A4 richting luchthaven Schiphol te volgen. Gaan we toch naar Ibiza? Blijf anderhalve kilometer doorrijden. Mag je alweer naar Ibiza eigenlijk? Ik weet niet, ik ben Spanje. Maar het is wel warm. Maar vertel even, jouw beleving Amsterdam, hè, dat vinden de mensen leuk. Wat hebben we allemaal gedaan? Wat was jouw verwachting toen je hoorde Amsterdam? Van nou, daar gaan we vast. Nou, ik had weinig verwachting. Over 600 meter, voeg in op de A4. Ik had zoiets, ik laat me verrassen. Oké. Wat ik wel heel erg leuk vond, dat was waar we zeg maar die kop drinken met dat, mag ik dat eigenlijk zeggen tegen je fit? Ja hoor, nee maar dat mag. Doordat wij een goede basis hebben, ja. Mag je af en toe eens een keer wat meer calorieën tot je nemen dan normaal. Zolang dat een uitzondering is, mag je best wel eens een keer een dagje. Je mag heus wel een keer een patatje of appeltaart en slagroom. Zolang dat niet en juist doordat het af en toe is, geniet je er extra van, want dan is het bijzonder. Dat is waar. Dus ja hoor, dat mag gewoon. Dus zal ik het maar zeggen, we hebben gewoon lekker appeltaart en slagroom. Lekker ja! Dat was het. Maar dat was bij restaurant Blue. Daar heb je een mooi uitzicht. Volgens mij heet het vroeger Eve, maar misschien heb ik het mis. Maar daar heb je een mooi uitzicht over de stad. Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. En dat was gelijk het laatste stukje Kalverstraat wat we gedaan hebben. Ja. Toen zijn we naar het... Jij was aan het vertellen. Jouw beleving, hè? Dat is, mijn beleving, ja precies. Ik moet even denken, zijn we toch net zo geweest? We hebben zoveel plekken gezien. Iets met de tijgers. Oh ja, de Flying Tiger. Over 600 meter volg de twee rechte rijstroken bij het knooppunt Bad Hoefendorp om de borden A9 richting Amstelveen, Utrecht te volgen. Oké. Ja. Dus, nee, dat is leuk. Ja. Wat ik vooral heel erg leuk vond. Volg de twee rechte rijstroken bij het knooppunt Bad Hoefendorp om de borden A9 richting Amstelveen te volgen en houd links aan en rijd door op de afslagen 2 luchthaven Schiphol. Ja, oh. Ja, het gaat wel. Ja, ik denk dat we richting Haarlem. Houd links aan en rijd door op de afslagen 2 luchthaven Schiphol. Prima. Wat ik wel heel erg leuk vond, waren die kleine winkeltjes. Ja. Wat we een beetje gezien hebben. Ja. Beetje zweverig. Over 800 meter, houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor Alkmaar, Haarlem. Zweverige winkeltjes. Ja. Ja, daar houden we van. Dus dat vond ik wel heel grappig. Ja, we waren met de lunch. Ik wilde eigenlijk gaan lunchen bij... Houd rechts aan bij de splitsing. Bij Van Dobben, het minst sfeervolle lunch etablissement in Amsterdam. Maar wij liepen een rondje over Drimmelsplein. Ik ging even aanwijzen waar ik gewerkt heb bij TomTom. En toen begon het heel hard te regenen. Dus toen zijn we maar neergestreken bij Three Sisters. Ja, dat klopt. En toen had ik zoiets van, nou ja, we gaan blijkbaar... We zouden eerst een heel rondje Drimmelsplein doen, maar toen hebben we het rondje afgebroken. Zei ik van, goh... we kunnen weer terug gaan over de Kalverstraat naar de Dam. Dan hebben we de geëikte toeristische route. Of we gaan een alternatieve route en dan hebben we waarschijnlijk een marktje op een Weesperplein. Dan kunnen we nog even zwaaien naar Femke Halsema. Gaan we dat combineren met de Magere Brug. Dan kan ik jou nog aanwijzen waar het Carré is. En in de verte het Amstel Hotel. Nou, en blijkbaar deed ik genoeg mijn best om die optie te verkopen. Want dat vond jij wel leuk. Ja, zeker. Dus wij hebben toen... We zijn even over de magere brug gewandeld. We hebben op de markt heb ik twee leuke t-shirts gekocht. In het kader van het uur in de natuur of de Zen het weekend in heb ik een leuk shirt gescoord. En mijn andere shirt, wat was mijn andere shirt ook alweer? Ik heb die
boomgitaar. En die andere was? Dat hert. Oh ja, hert. Ja. Ja, heus wel. Gaan wij naar Alkmaar? We gaan naar Alkmaar, hè? We gaan in de buurt van Alkmaar. Ja, we moeten voorbij Heeren Goewaard. Ja, dat klopt. Ja. En ik heb een vriendinnetje, Femmeke, die woont in Heeren Goewaard. En als het... als het in het hele land sneeuwde, dan was het in Heeren Goewaard, sneeuwde het niet. En was het in het hele land niet dat sneeuwde, dan sneeuwde het in Heeren Goewaard. Dus Heeren Goewaard heeft een eigen ecosysteem. Dus daar kunnen we ook even naar zwaaien. Maar we zijn onderweg naar Warmenhuizen. Want daar woont een vriendinnetje van Nicolette. Ja. Dus die had ik gisteren al geappt van, hey, hallo, vriendje van Nicolette hier. Wij zijn morgen soort van in de buurt. Dus zou je het gezellig vinden als? Nou, dat is wel leuk. Dus het is vandaag even van hoe laat dit, hoe laat dat, zo. Dus zo. En het is nu geworden. Wij zouden trouwens ook gaan hoi zeggen tegen Rick. Maar die had allemaal drama. Dus Rick, die peniskoker hou je te goed. Oh nee. Komt goed. Extra small toch? Nee, ik heb een leuk cadeautje voor je, Rick, en dat gaat helemaal goed komen. En we hebben ook een leuk cadeautje voor Eva. Ja. En we hebben ook een leuk cadeautje voor Arnoud, want met Arnoud gaan wij zen het weekend in. Wij gaan waarschijnlijk wandelen van Volendam naar Edam. Okay. En in Edam heb je een strand. Dus dat wordt het, dat is het plan. Dus, dit was dagje Amsterdam, denk ik. Ik denk dat dit hiermee gaan we het afsluiten. Dan ga ik het straks gewoon elkaar plakken, knippen. Pokeball vormen en dan schud ik het en dan gooi ik het zo op de YouTubes. Dus heb je nog wijze afsluitende woorden? Nou, als het wijs is, weet ik niet, maar ik heb wel genoten van vandaag. Oké, nou, dat is fijn. Dat is fijn. Dus ik vond het leuk jou mijn geboortestad te laten zien. Ja, ik vond het leuk om jou om het gezien te hebben. Ja. En om bij jou rondgeleid te zijn. Ja. En ja, we hebben genoeg ideeën voor de volgende keer met rondvaartboten en met musea en bierbrouwerijen, rondleidingen. Die zijn er allemaal. En ja, dan kan ik je ook persoonlijk aan mijn vriendinnen voorstellen die nu allemaal gesloten worden. Nee, gekkigheid. Maar komt goed. Dus dat was Amsterdam even in een nutshell. We zijn van half 12 tot half 5. Dus we hebben 5 uurtjes. En voor die 5 uur hebben we wel geteld 1 euro moeten betalen om te parkeren. Dus ik zeg goed geregeld Amsterdam. Dus dat. Dus ik zeg dikke vet doei! Dikke doei ja! Doei!